Ajax onder 19 heeft zijn oude vertrouwde gezicht weer terug. Een maand lang moest deze ploeg het doen zonder 8 van zijn beste spelers. Maar de WK-gangers zijn weer terug. En vandaag dus te bewonderen in Frankrijk voor de 5e groepswedstrijd in de Youth League tegen Lille. Nu Lille. Dat is wat ruimte bij Bardelli. Eerste kans in de maak voor de Franse ploeg. En net op tijd verdedigd. En dat is maar goed ook door Douglas. Eerste kans dus na 1,5 minuut voor Lille. Dit is dus die linksback ook weer mee opgekomen. Douglas, dit doet hij goed. Douglas, nog altijd terugleggen. Brobbey, daar is hij. 1-0 voor Ajax. En dan is de eerste echte kans voor de ploeg uit Amsterdam direct raar. En wat een prachtig voorbereidend werk van Douglas. Hij komt ver, die linksback. Slalomt door die verdediging van Lille. Is dan niet zelfzuchtig, ziet Brobbey daar vrij staan. En als je Brobbey zo'n kans geeft, dan is het raak. Ajax op voorsprong. En Brobbey maakt zijn eerste in de Youth League dit seizoen. Hopelijk de eerste van velen. Ondertussen hier Brobbey. Brobbey voor zijn tweede. Redding Sevalier in de herkansing dan wel raak. 2-0 Ajax. En daar is die Kenneth Taylor. Het hartje. Ongetwijfeld naar zijn geliefde thuis. En Ajax binnen 7 minuten op 2-0 tegen Lille. Wat een ijzersterk begin van de ploeg van John Heitinga. Ze snijden er toch makkelijk doorheen. Die aanvallers van Ajax door die defensie van Lille. Dan is de grote kans niet besteed aan Brobbey. Maar in de herkansing is het direct raak voor Kenneth Taylor. Wat kan er nu nog misgaan? Wat zou je bijna zeggen? Dit Ajax. Dit ijzersterke Ajax. Met die voorsprong van 2-0. Zo vroeg in de wedstrijd. Dit is Brobbey ondertussen. Prima schot. Daar de halve redding van Chevalier. En dan krijgt de Hansen een minuut in de rebound. Had 3-0 moeten zijn voor Ajax. Sterk krachtig schot van Brobbey van een meter of 20. Dan zit Chevalier er net niet goed bij. En moet dit natuurlijk raak zijn voor Sontje Hansen. De Golden Boot winner uit Brazilië. Op Brobbey. Krijgt steun van Douglas. Oh, misverstandje Lille. En dan is Timber weg en is dit geen 0-3. Had het dat natuurlijk wel moeten zijn. Naar die enorme fout achterin bij die Franse ploeg. Kan Quinten Timber profiteren, maar is de redding natuurlijk ook uitstekend. Goed, dat duel gewonnen door Jansana. Brobbey, dit is Unuvar. Prima meegegeven, Douglas. Weer Chevalier. Daar zit hij toch goed bij, die Franse doelman. En is Ajax dicht bij de 0-3. Prima gedaan door Unuvar. Even ruzie met de bal, dan toch het overzicht bewaard. Linksback Douglas komt mee na zijn goal tegen Chelsea. Maakt hij hier bijna zijn tweede in de Youth League. Deze spelervatting, wat levert het op? De bal is indraaiend, helemaal vrij Douglas. En nu bijna Taylor. Brobbey dan, spectaculair. Bal blijft hangen, wie drukt eraf? Ook Moussampa lukt het niet om voor 0-3 te zorgen. Maar de kansen zijn er voor Ajax. De lach bij Brobbey, die had wat moois in gedachten. Het is niet de sterkste fase van de ploeg uit Amsterdam. Weinig kansen gecreëerd en aan de andere kant toch Lille weg. Lille voor de aansluitingstreffer. Daar is hij, de gevaarlijkste man. Ik zei het al, de hele wedstrijd, Ouattara laat hem niet ontsnappen. Nu gebeurt dat wel, bij Ajax staan ze stil. Die bal is perfect op maat. En Fadiga Ouattara is dan kalm, ijzig kalm voor Ratsi. En dan brengt hij de spanning terug in de wedstrijd. En moet Ajax toch aan de bak. Dit is prima gedaan. Timber loopt door op die kopbal van Regeer. Is dit dan een overtreding? Het antwoord lijkt ja. En wat is dan de kleur van de kaart als Timber alleen af kan op Chevalier? Daar, rood. Hij moet naar de kant. Dat is gunstig voor Ajax. Sjaik Niasse, de captain van Lille.
als hij de doorgebroken timberpootje haakt. En ervoor zorgt dat Liel in dat laatste kwartier het moet doen met 10 man. Instructies voor de captain, Jan Sana van John Heitinga. Ergens moet natuurlijk die man de situatie zien uit te spelen. Komt er nog een derde treffer voor Ajax? Zou prettig zijn, Bobby gezocht. Maar Chevalier, prima op tijd zijn doel uit. Wel ten koste van een corner. Toch ook een beetje spanning op het gezicht van Heitinga. Kan een lachje vanaf. Laatste secondes. Zoeken naar Bobby. Moet de bal vasthouden natuurlijk. Dit doet hij goed. Salah Eddin. Bobby wegsturen naar de hoek. En dan het fluitsignaal van de arbiter uit Rusland. En wint Ajax dus in Frankrijk van Lyon de 19. Zij het met moeite. Maar trekt het uiteindelijk toch die 3 punten over de streep. En is het dus ook na de winter zeker van Europees voetbal.